De Noord-Hollandse kust is tientallen kilometers lang. Brede stranden en bijzondere duingebieden. Om de balans tussen natuur en recreatie goed te houden, heeft de provincie Noord-Holland samen met onder andere 10 kustgemeenten en natuurorganisaties een aantal afspraken gemaakt. Zo, we zijn hier bij Callantsoog. En hier aan deze kant liggen de duinen, het gebied het Zwanenwater. En als je dan verder omhoog gaat, zie je aan de linkerkant het strand. Eigenlijk het strand wat rust is. En aan deze kant is het gebied van Reuring. En dat is het gebied waar meer kan beleven, waar ook meer licht is, waar meer voorzieningen zijn. Nou, het belangrijkste om rust te behouden is gewoon niets doen. Geen licht, geen evenementen, geen geluid. Mensen mogen ervan genieten. Geniet van het strand, ga lekker in zee zwemmen, leg je handdoek neer. En voor de rest is de bedoeling dat daar gewoon de natuur verder zijn gang kan gaan. Deze paal is de grens. Aan deze kant mogen wij niet kitesurfen. Aan die kant wel. En aan de kant van Castricum begint weer de nieuwe grens waar het niet mag. Wat vind je van al die afspraken? Ik vind het goed dat ze er zijn. Het houdt het veilig voor mensen die er geen verstand van hebben. Ik vind het goed op deze plek als Egmond aan Zee dat ze plek hebben gemaakt voor watersportactiviteiten zoals kitesurfen. Zodat wij gewoon weten waar we wel en niet mogen. Terug naar Callantsoog. Daar is gekozen voor rust langs de kust. En je kunt ook zien, het staat vol met orchideeën, vol met allemaal bloeiende planten. Heel veel vogels hier. En dat maakt het aantrekkelijk voor heel veel mensen om hier ook te zijn.